Nou, Cool Expert NV die staat ook op de United Business Fair. En we praten met Vijay Yanki Prasad. Cool Expert NV, wie zijn jullie precies? We zijn een bedrijf die zich bezighoudt of gespecialiseerd is in alles wat met ventilatiesystemen te maken heeft. Dus luchtbehandeling. Dan praten we over airconditioning, luchtreiniging en ook nog zowel voor airconditioning binnen, in gebouwen, in uw voertuig en ook nog luchtreiniging en airconditioning voor buiten je huis. Ja. Ik zie dat jullie een heleboel zaken hier mee naartoe hebben gebracht. Leidt u me een beetje rond en vertelt u me een beetje wat dat allemaal is. Dan hebben we een beeld. Nou, ik had het over de auto airconditioning. Mm-hmm. Daar hebben we dus niet alleen dat we de reparatie en service doen van auto airco's. We hebben alle dat filters. Hebben we hier. Ja, we hebben dus de filters. We hebben de onderdelen van de diverse voertuigen zoals je het op die foto's ziet. D-Max, Honda CR-V, Toyota Coaster Bus, de Hilux, Figo, graafmachine onderdelen. Alles wat met airconditioning te maken heeft. Dus alleen auto airco onderdelen. Dus niet alleen maar de service, maar we hebben onze eigen onderdelenlijn ook. Dus dat hoeft geen probleem te zijn. Nee, helemaal niet. En los daarvan hebben we ook speciaal test- en meetgereedschap. Wat nieuw is in ieder geval voor Suriname. Totale pressure test kits om bepaalde delen van systemen van voertuigen onder druk te zetten om precies te weten van als bijvoorbeeld de evaporator lekt, dat je niet zomaar je dashboard gaat losgooien. Het is een heleboel tijd en daarmee kosten dat ermee gepaard gaat. Dus zo'n test met zo'n testkit bijvoorbeeld zet je en je bespaart een heleboel en je werkt ook veel nauwkeuriger. Okay. Dus hoe lang zijn jullie al operationeel in Suriname? We zijn al 5 jaar operationeel in Suriname. Staan jullie al vaker op beurzen? Ja, dit is onze tweede keer op de United Business Beurs. Waarom kiezen jullie voor de United Business Beurs? Omdat het, grof gezegd, het heeft een heleboel geld voor ons opgeleverd de eerste keer dat we daar waren. Je werd heel eerlijk, heel eerlijk. Ja. En hoe is het gegaan tot nu toe? Goed. De vorige keer hadden we een tafeltje gehuurd in een stand. Ja. Een tafeltje. Vandaag hebben we een stand gehuurd. De volgende keer gaan we twee stands moeten huren. Ik kijk ernaar, ik volg. Nee, ik ben er zeker van wat ik vandaag zeg. Want ik ga dan verder met onze producten. Aha. De eerste keer waren we begonnen met die air purifier. Ja. Dat ziet u dus daar op die foto. Ja. Alles wat niet thuis hoort in de lucht. Aan stuif, mensen die last hebben van allergie. Mensen die in de ziekenzorg enzovoort. Het hotelwezen enzovoort. Ja. Dan heb je dan zulke systemen, ook de persoon thuis. Ikzelf, ik slaap met zo'n apparaat, want ik weet wat het allemaal doet. Hij zuivert echt je lucht met door middel van ultraviolet licht, speciale HIPAA-filters, een ionizer zit erin en dan zuivert hij de lucht. Zo in grote gebouwen, zoals bijvoorbeeld KKF of een hotel of noem maar op, met een bestaand ecosysteem, als ze dat nog niet hebben, kunnen we dat ook inbouwen. We hebben de expertise, de middelen, de tools, het getraind personeel om dat te kunnen doen. En daar hebben we dan ook een samenwerking dat we het BOG soms inhuren om die luchttest samples te doen om te kijken van wat is het een before en after situatie. Dat men op papier heeft van hey, wat is er werkelijk een verbetering in mijn luchtkwaliteit? Weet je, vooral laboratoria, ziekenhuizen, zijn dingetjes waar we nou aan moeten denken. Van wat doe ik met mijn lucht? Niet wanneer ik naar de dokter ga en iemand hoest. Ik kom bijvoorbeeld voor rugklachten naar de dokter. En ik ga van de dokter en ik ga bij de apotheek om medicijnen te wachten. Ja. En dan ga ik met rugklachten naar huis en griep. Ik begreep het. Nou, het klinkt allemaal heel erg interessant. En de mensen hebben nog even tijd om naar de United Business Fair te komen. Ja, natuurlijk. Ik zou ze willen uitnodigen. Want we zijn hier met 2 nieuwe producten in ieder geval. En dat is 1 is een aircondition apparaat. Toch? Voor buiten. Buiten in je garage. Oké. Waar je wilt. Hij werkt gewoon op water. Kraanwater, zoals je hier zo ziet. Lucht komt naar binnen. Ik ga even het concept hier zo wijzen. Warme lucht komt naar binnen. Hij gaat door een koelingpad. Staat zijn warmte af en je krijgt koude lucht. Ongeveer 5 tot 8 graden Celsius dropt je temperatuur, omgevingstemperatuur. Dat kan ik demonstreren. Als je even ervoor misschien wil staan. Dat is waar. Ja. Hier of aan de andere kant? Nee, aan de andere kant. Uitblaas. Dat voel je. Oh ja, het is lekker koud. Dus, en we hebben ook nog, staan 2. Ik ben wel klein en dadelijk vlieg ik weg. Oké, goed. Is het enige apparaat. Is American made. Made in USA. We zijn de authorized distributor van Portacool.
die water gebruik. En ik ga demonstreren. Want op feesten hebben jullie al gezien dus dat je apparaten hebben die water vernevelen enzovoort. En niet iedereen houdt daarvan, want alles wordt dan vochtig. Dit is het enige apparaat die water gebruikt. En je mag hem voelen. Hij is droog. Droog. Nou. U hebt de hele bodem te bieden. Een oplossing in ieder geval voor de mensen die bloemen kweken, buiten evenementen, huwelijken. Je hoeft niet meer te doen. Je gaat dansen enzovoort. Dat is zeker een oplossing, ja. Nou, en goed. Dan hebben we nog het laatste. Belangrijk, airco- en freezer units voor trucks, commerciële voertuigen, waar er helemaal geen compressor meer enzovoort aangesloten wordt op je motor. Is dat dit? Ja, dat is dat. We gaan hem ook uittesten. Dus geen brandstof. Dat wil zeggen, 10-15% aan energiekosten, aan brandstofkosten bespaar je op jaarbasis. Dus je aanschafwaarde heb je binnen 1-2 jaar heb je dat terugverdiend. Geweldig. En dat is dus dit? Ja, hier. Dit zijn waardenaat in afstuderen. Een mooie kast. Dit ding moet een cabine van een voertuig of een graafmachine voorstellen. En hij begint te werken. Je ziet het hier, 22 graden. En nog geen halve minuut gaat u zien dat hij dropt naar zeker 14 graden Celsius uitlaattemperatuur. Geweldig. Complete airco-systeem. Dit is werk. Gewoon op je batterij. Nou. Hij heeft een heleboel verteld, maar als u toch meer wil weten, want ik denk dat als u zelf naar de stand komt van Cool Expert NV, dan hoort u precies alles wat u moet weten over al deze nieuwe producten en over de diensten die Cool Expert NV biedt. Komt u vanavond nog even snel naar de United Business Fair NV.